Ik ben Lucas, ik ben 23 jaar oud en ik studeer verpleegkunde aan de Hogeschool Vives. Ik heb in de 6e middelbaar humane wetenschappen gedaan en op het einde van mijn 6e middelbaar heb ik gekozen voor kinesietherapie te studeren aan de Unif in Gent. En in het begin was dat nogal veel dat op mij afkwam. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, een nieuwe richting. En na verloop van tijd, na het eerste semester, zag ik van dat is hier iets te moeilijk voor mij. Heb ik ook beseft van mezelf dat ik geen zo'n grote student ben. En heb ik dan eerder gekeken om iets anders te doen. Toen ik beseft had dat kinesietherapie niet echt mijn ding was, heb ik eerst en vooral wat opgezocht op internet. Heb ik enkele testen gedaan online om te zien van waar mijn richting eigenlijk wel ligt. En toen heb ik heel wat richtingen tegengekomen, vooral zorggerelateerd. Heb ik uiteindelijk in verpleegkundige iets dieper gegaan door mensen aan te spreken, vrienden van mij die al in een tweede jaar zaten, om een keer een cursus in te kijken. Heb ik ook geweest naar de infodag op Vives en heb ik zo eigenlijk stap bij stap de keuze eigenlijk gemaakt om verpleegkunde te gaan studeren aan Hogeschool Vives. Toen ik thuis kwam en vertelde tegen mijn ouders dat ik iets anders ging studeren, stonden ze eigenlijk volledig achter mij. Ik had de volledige steun van mijn ouders en ze lieten mij alle vrijheid om op zoek te gaan naar iets nieuws. Ik heb mijn eerste dag gestart hier op Hogeschool Vives, weer in een nieuwe omgeving met nieuwe mensen om me heen. Maar al vlug heb ik mij kunnen aanpassen en heb ik nieuwe vrienden kunnen maken. Als er mensen zich verkeren in de situatie waarin ik zat vroeger, dan had ik aan om gewoon te durven. Durf de stap te zetten, durf mensen aan te spreken, durf op te zoeken. Ga er gewoon voor. Niet aarzelen, gewoon doen.